Nog steeds onduidelijkheid over vermeende mensensmokkel Haïtianen. Herstelbetalingen voor het Nederlands slavernijverleden worden opgenomen in een fonds. En de politieke partij Palou begrijpt de roep van Organic Movement om de regering Tsantokki naar huis te sturen. Goeiedag, dit is Reginus TV Suriname van 17 augustus 2022. Het nieuws voor 1 miljoen Surinamers. De immigratie van 176 Haïtianen houdt de Surinaamse gemoederen bezig. In juni vorig jaar werd al het personeelvervoer uit Haiti verboden vanwege een vermoeden van mensensmokkel. Een presidentiële commissie doet nog steeds onderzoek naar de bewegingen van de Haïtianen, naar binnenkomst en de eventuele organisaties hierachter. Toch kreeg de prominente VAP'er en ondernemer Jean Mixon, vooral bekend als Saya, toestemming om 176 Haïtianen binnen te halen om in Suriname te werken. Saya werd vorig jaar genoemd in de mensensmokkelaffaire waarbij de Haïtianen via Suriname naar Europa werden gebracht. Zijn partijgenoot, Mahinder Yogi, zegt dat de autoriteiten tot heden geen duidelijkheid hebben verschaft over het onderzoek naar de mensensmokkel. Yogi roept op tot waakzaamheid. Deze regering moet zich niet bezighouden met zaken die haar imago kunnen schaden, zegt hij. Eventuele reparaties, zoals de herstelbetalingen voor Nederlandse slavernijverleden ook wel worden genoemd, zullen worden opgenomen in een fonds dat beheerd zal worden door mensen van onbesproken gedrag. Dat schrijft de Staatsvoorlichting op haar website De Boodschap. De Nationale Reparatiecommissie discussieert hierover met de regering. Er moeten bijvoorbeeld procedures worden ontwikkeld over de wijze waarop eventuele projecten moeten worden ingediend en hoe die gemonitord moeten worden. De econoom Armand Zunder gaf voor de reparatiecommissie een presentatie aan de Tweede Kamerleden die Suriname bezochten om inzicht te krijgen in het koloniale verleden van Nederland. De politieke partij Palou begrijpt de roep van verzetsbeweging Organic Movement om de regering Tsantokki naar huis te sturen. De Palou noemt de regering ongeloofwaardig. Zo was beloofd dat de echtgenoten van de president Tsantokki en de broer van de vicepresident Brunswijk hun functies zouden neerleggen. Maar dat is echter nog steeds niet gebeurd. Alles wat de regering aanraakt lijkt in chaos te veranderen, zegt de Palou. De partij noemt als voorbeelden de gezondheidszorg, de financiële situatie, het IMF-programma, de invoering van de BTW, de SLM. Het is te veel om op te noemen. Aldus de Palou. Tot zover Reginus TV Suriname. Heeft u nieuws te melden? Stuur uw berichten naar suriname@reginus.tv. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet te abonneren. Dank voor uw aandacht en blijf vooral gezond.